Ook maakt de rechter er gehakt van dat dit kabinet de avondklok en de bezoekersregeling op één hoop gooit. En dat gebeurt in het nieuwe wetsvoorstel ook. Kortom, samenvattend, volgens de rechter is bij die avondklok van Rutte dus niet aangetoond dat het nodig is, niet aangetoond dat het werkt, niet aangetoond dat de juiste procedure is gevolgd en niet aangetoond dat er geen andere maatregelen zijn die hetzelfde effect bereiken. Deze premier heeft met zijn avondklok gewoon prutswerk van de bovenste plank geleverd en daar moet hij echt zijn ogen vooruit zijn hoofd schamen, voorzitter. Hij heeft Nederland geschoffeerd. Hij heeft de Kamer geschoffeerd. Hij heeft de rechtsstaat geschoffeerd. Hier zit gewoon een avondklokdictator die lak heeft aan alles en iedereen. Voorzitter, ondanks dat de premier is gevloerd door de rechter, wil Rutte de avondklok er nu toch doorheen drukken met een spoedwet. En dat getuigt van dédain, arrogantie, minachting voor de rechter en minachting voor Nederland. Voorzitter, het verbaast me ook dat het dus kan met een turbo-spoedwet. Als met dezelfde voortvarendheid Rutte zich had ingezet voor de compensatie van de ouders van de toeslagenaffaire, dan was dat een goede zaak geweest. Maar toen kon het allemaal niet. Nu kan het plotseling wel allemaal heel snel. En voorzitter, dit getuigt ervan dat deze man die daar zit zich opstelt als de dictator van de lage landen. Met die spoedwet poetst deze premier de fundamentele kritiek van de rechter niet weg. Mag ik u even onderbreken? In mijn ogen leven wij al 10 jaar in een dictatuurschap. Lang leven de dictatuurschap! Hoezee! Het gaat gewoon niet goed. Ja, nee, maar vooral op het punt. En maar bezuinigen, en maar bezuinigen, en maar bezuinigen. In mijn ogen hoort de zorg bij de staat. En het moet gratis wezen, want iedereen heeft gewoon recht op zorg. Mm-hmm.